Officier van Justitie Petra Hoekstra wie van de moord gast op de Eben-Heizerskwallen in mijn naam. Groep 8 kreeg het te jaren dat er een groot verschil is tussen plegen en pesten. Er komt vaak ruzie van pesten. En het gaat meestal ook niet één keer, maar het is meestal vaker dat het gebeurt. En het is ook vaak meer kinderen tegen één. Nou, dat is het verschil tussen plagen en pesten. Pesten is bijna mishandeling, maakt Hoekstra duidelijk. En dat komt op squallen heel iets vaker voor. Kinderen die opgewacht worden, die geslagen worden. Of zo bang zijn dat ze niet meer naar school gaan omdat ze bedreigd worden. En helaas zien we dat wel vaker. En met name ook op het internet. Dus of via WhatsApp of via Instagram of Snapchat. Dat die grens is gewoon veel lager. En dat betekent dus dat je makkelijker even wat verstuurt, makkelijker even wat doet. En dat komt wel heel hard aan. Dus daar zien we wel een hele vervelende verschuiving in. Het onderwijs zit er bovenop, want de gevolgen van pesterijen binnen grut. Sommige kinderen die zijn zo erg beschadigd dat ze niet meer willen leven. Of doodongelukkig worden als volwassenen. Dus het is een actueel onderwerp en er moet ook iets aan gedaan worden als een kind wordt gepest. Op de squallen in mijn naam komt pesten haast net voor, maar het gebeurt wel eens. Omdat ik oranje haar heb, schelden ze me soms wel uit, maar niet heel vaak gelukkig. Wat vind je daarvan? Soms voelt het wel vervelend. Dan denk je van, waarom heb ik die kleur haar? Maar het gebeurt niet heel vaak, dus ik trek me er ook niet heel veel van aan. Wat vind je van pesten? Dom. Ik vind het eigenlijk een beetje nergens op slaan.